een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. En vandaag is het weer een nieuwe dag, een nieuwe video en voor Gee by My Life video maand in augustus. En deze video's houden het helemaal in als je nog niet begrijpt wat het eigenlijk inhoudt. Dat ik elke week of elke dag eigenlijk een video ga maken met een vriendin of vriend. En vandaag heb ik Ines gevraagd om mee te werken. En ze zit hier. Ze komt aangewandeld. Tadaa. Hier is Ines. En vandaag hebben wij een zomerse DIY video gemaakt. En vandaag gaan wij zomerse drankjes maken. Dus let's go! Wat heb je allemaal voor nodig? Twee amazing jars. Dan heb je nodig suiker. En alle benodigdheden zet ik hieronder in de beschrijving. Dan kan je deze zelf thuis ook maken. Citroensap. Ijsblokjes voor in de amazing jars. En een maatbeker om te zien hoeveel water en suiker wij nodig hebben om deze DIY, een mooie DIY, te creëren. Dus let's go! Voor deze DIY heb je het volgende nodig. Deze twee amazing jars. Die zet je neer. Dan ga je de ijsblokjes gebruiken. Die doe je er een paar in de kom of in de mason jar. 3 of 4. Wat jij fijn vindt. Doe ik hier ook nog even 2 bij. Dan doe je er water bij. Voor een half glas. Dan doe je er een 1/4 of 3/4 kopjes suiker in. Dat is heel veel, hè? Dat is echt heel veel. En dan doe je het met citroensap. Doe je lekker veel erin, omdat je dan lekker een zomers drankje krijgt. Deze is een beetje veel, maar deze nog. En dit zijn dan de zomerse drankjes. En deze kan je lekker. Lemonade. En jullie zien in deze video wat ik er allemaal voor heb gebruikt. Dit is super lekker, denk ik, hoop ik. Dus ik ga nu stoppen hier. Wel lekker verfrissend voor in de zomer. Dan bedank ik je voor het kijken naar deze zomer DIY. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei.